Dit is Astrid, 36 jaar en werkt in de communicatie. Ze leeft om te genieten. Jasmin is 37 en redactrice. Zij is de meest sportieve van de bende en ook een beetje filosoof. Sylvie is ook 37 en werkt in de e-business. De rots in de branding die van aanpakken weet. En dit is Christine, de marketeer. Zij is met haar 38 de oudste en ook de zotste. De vier vriendinnen hebben hun eerste culinaire ervaring achter de kiezen. Sylvie mocht de spits afbijten en zorgde samen met Gwen voor Oosterse hapjes. Gwen heeft mij wel de ogen geopend voor de Vietnamese keuken. Hier is mijn nieuwe beste vriendin. En dus ik denk wel dat ik daar wat verder in ga met experimenteren. En het is zeker iets dat ik op tafel ga zetten. Voor mijn gezin en ook voor gasten, denk ik. De bed and breakfast in Antwerpen ademde de sfeer van gezelligheid, vriendschap en vakantie. Ja, op het weekend. Op het weekend. Ja, en superlekker, echt waar. Mm-mm. We zitten hier met vier vriendinnen in Antwerpen. We hebben wat geshopt, we hebben een ijsje gegeten. Gwen en Sylvie die helemaal stralen en vonken afgeven. Dus dat was echt super, ja. Dat was perfect. Nu staat nu Astrid. Ja, ik heb er zin in. Wat ga je maken? Ik ga een Argentijns vleesgerechtje maken. Mm. Ja. Ik ga iets Argentijns klaarmaken. Ook omdat ik een speciale band heb met Argentinië. Het gaat een rollade zijn van biefstuk met spinazie en eitje. Ja. En daarbij hoort een lekker Argentijnse wijn. En die mogen jullie gaan zoeken. Ja. Moet dat een bepaalde soort wijn zijn? Of? Mocht je een Malbec vinden, graag. Dat is een pittige, krachtige wijn. En met een missie. Dat mag, gaan we vinden, hè? Ik denk dat ik wel mijn vriendinnen ga verrassen met het gerechtje dat ik ga maken. Is dat goed? Ja. Jullie ook, hè? Veel succes. Ja. Ja, strakjes, hè. Goeie timing. Goeie flesje wijn. Oké, Malbec. Als ik zo'n shortlist mag zeggen zo van koks, waar ik graag mee zou willen koken, dan zit zeker Jan Buitaert daartussen. En dan Thierry Thijs zou ook wel leuk zijn. En Johan Segers zie ik eigenlijk ook wel zitten. En het is geworden Jan Buitaert. Hoewel hij op pensioen is, is Jan nog altijd een bezige bij. Nog dagelijks staat hij mensen met raad en daad bij. En vanavond doet hij dat met onze Astrid. Dag Astrid. Hallo, dag Jan. Een gevaarlijke vrouw, kan het eerst dragen. Mag ik u een kus geven? Ja, dat is. Hallo. Hallo. Ja. Jij bent al bezig. Mag ik mee met u komen koken? Zeker, ja. Ik vind dat heel fijn dat jij bij mij komt koken. Het was spannend, want ik wist het echt niet tot op het laatste moment wie dat ging zijn. En als ik hem dan zag binnenkomen, was ik van yes, leuk. Wat is met hen aan het doen? Ik ben hier met de pan mijn vlees aan het bewerken. Mm. We zijn dat een beetje platter aan het koppen, want we gaan vandaag een rollade maken. Een matambre, zoals ze in Spaans zeggen. Dat is eigenlijk matar el hambre, dood of de stille van de honger. Ja. En dat is op basis van puntvlees. Dat is zelfs zo te zien een heel mooi stuk. Ja, dat is de lende. De dunne lende. En we gaan dat opvullen met spinazie en eitjes. Ja. Wat ga ik doen voor u? Wel, we gaan starten met ajuin, worteltjes en selder te stoven. Mm-hmm. In een beetje olijfolie. Is daar geen Thaise keuken, een olijfoliekeuken of is het een boterkeuken? De Argentijnse keuken is een hele vettige keuken, kan ik dat zwaar, hè? Een macho keuken. Een echte macho keuken met heel veel vlees. En voor vandaag hebben we toch geprobeerd om het gezond te houden in Argentijnse. Ik heb ooit verhalen van Argentijnen gehoord die zeggen mannen eten vlees, en vis en groenten en fruit als voor vrouwen en kinderen. Gewoon zo'n soort grove brunoise, mag dat zijn. Maken de mensen dat daar veel? Het is echt een typisch Argentijns gerecht. Ja. Mag jij het ook zelf? Maak het eigenlijk zelf niet zo. Ik weet niet of ik van mezelf kan zeggen dat ik een keukenprinses ben, maar ik kook wel heel graag. Ik sta heel graag in de keuken. Het komt er vandaag de dag niet zo vaak meer van. Ja, ik kan er wel van genieten. Ja, om zo in de keuken te staan en iets lekker klaar te maken, dan liefst voor vrienden of vriendinnen. Wil ik al een beetje spinazie doen? Wel, ja, dat mag eigenlijk wel. Dan, ik ga het vlees misschien eventjes hier van de. Ja, en dan gaan we die spinazie misschien fijn snijden. Ja. Gaan we nu spreken over zoiets? Is dat goed? Perfect, ja, dat is heel goed. Ja. Oké.
Dat is de bedoeling dat dat op het vlees komt. Ja, dat komt op het vlees. En dan gaan we daarna een eitje op leggen. En dan moeten we dat nog kunnen oprollen natuurlijk. Hè. We zullen misschien starten met een deze. Mm-hmm. Dat is misschien een schoon stukje. Heb je dat bewust doorgesneden? Nee, ik heb het eigenlijk niet doorgesneden. Ja. Nee. Maar dat, ik denk dat dat goed is. Hè? Want anders gaat het trekken. Ja. Dus ik zou ik benauw durven zeggen, als ik niet aan betend ben, ik zou dat nog eens gelijk in de geven. Ja, want het is echt wel belangrijk dat dat mooie rolletjes blijven. Ja, want anders gaat dat vlees samen trekken. Ja. Je ziet, als je gewoon een kotelet bakt, en er zit ook zo'n pijs rond, dat hij op den duur omhoog trekt, rond gaat trekken. En als je die pijs doorsnijdt, die pijs. En eigenlijk zouden we het wel al kunnen kruiden met peper, zout en wat kan je naar peper. En dat mag echt wel goed gekruid worden, dat op vlees. Op zijn Argentijns. Op zijn Argentijns. Op zijn Spaans. Voilà. Ik zal u wel wat zout ook nog doorgeven. Ja. Voilà. En dan gaan we daar ook cayennepeper op doen. Mm-hmm. Dat maakt het nog een beetje... We gaan goed uitmaken. Ja. Dat mag wel. En dan gaan we nu eerst de mix erop doen hier. Ja, we gaan er toch voor zorgen dat we niet te dicht bij de kant komen. Mm-hmm. Dat je ongeveer toch een dikke centimeter vrij laat. Omdat als je dat dan gaat oprollen... Dat het er niet helemaal uit gaat. En die spinazie die gaat er niet zo gemakkelijk uitrollen, dus die mag ietsje breder liggen. Ik denk dat dat perfect is zo. We hebben de keuze, ofwel gaan we de eitjes zo laten, ofwel kunnen we ze snijden. Ik zelf verkies om ze in het geheel te laten. Het mooie is, als je dat inderdaad, als je dat zo houdt en je snijdt het dan heb je echt zo'n mooi... Gelijk bij vogelnestje, hè? Hoe doen ze dat in Argentinië? Normaal gezien is het in het geheel. In het geheel. Ja. Zullen we eens proberen? Ja. Mag ik proberen? Als het fout loopt, heb ik het gedaan. Ja, er moet niks meer op, hè? Er moet niks meer op, nee. Ja. Voilà, ze. Ziet er perfect uit. Precies, dat hebben we in ons leven niet zelfs gedaan. Hoe gaan we dat binden? Ja. Daar hebben we vier handen voor nodig, om dat goed te kunnen vastbinden. Nee, feitelijk is er een truc voor. Ja? Zeg, broed, een beetje meer. Ja? En als je dan draait en je doet dat, dan blijft hij zitten. Is dat. En dan heb je geen vier handen nodig. En dan wordt het zo. Schitterend. Oh. Ja. We gaan die misschien nog eventjes afkruiden. Ja, dat is een goed idee. Een beetje bijkruiden. Ja, geen kans. Ja, maar. Zeg, een goede weinig in de hoek. Absoluut. Mijn vriendinnen zijn nu gaan shoppen en ik had ze gevraagd om een lekker Argentijnse wijn mee te brengen. Ja, maar die is er, hè? Ja, de Malbec is echt een Argentijnse wijn. Ja, ik zou zeggen, we hebben dat ook in Frankrijk gaan halen, maar zij doen er heel schone dingen mee. Ja, perfect, hè. Goed, hè. Vlees is oké, denk ik, hè. Ik denk dat wel, hè. Dat is goed, hè. Nee, ik zou dat zo laten. Dan gaan we er nu de bouillon bij doen, hè. Ik zou die een half onder zetten. Ja. En als we die dan halverwege de kooktijd, draaien we die. Ja. En dan kan die andere helft stoven, hè. Ja. Ik woon nu al 3 jaar in Antwerpen, maar ik kom niet echt als toerist in de stad. En vandaag heb ik de bedenking gemaakt dat er eigenlijk heel veel mooie plekken zijn in Antwerpen. Zoals bijvoorbeeld de Groenplaats, waar dat je altijd bruist van het volk. Om eigenlijk mijn eigen stad af en toe wat meer terug te gaan ontdekken. Zeg, zullen wij eens kijken waar wij moeten zijn? Een winkeltje? De dames gaan op zoek naar een goed wijnadresje en doen dat aan de hand van de Feeling-app. Let's go. Ze vinden er eentje in het oude bisschoppelijk archief van Antwerpen, in een origineel kader dus. Zalig om nog eens een dagje in Antwerpen te zijn. Ja, het is echt super weer. Ik hoop dat we mogen proeven eigenlijk. We moeten wel echt een Argentijnse vinden. Ja, ik drink heel graag wijn, maar ik heb niet zo'n specifieke voorkeur of een grote kennis van allerlei wijnen en verschillende druivensoorten. Maar allee, ik kan er echt wel van genieten, van een goede, lekkere wijn. Oeh, hier kijk ze een Malbec. Waarvan er komt een? Dat is een Argentijnse. Ah ja, dus vragen of we eens mogen proeven. Hè? Ja. Wijn, dat is... De perfecte afsluiter van je dag. Hè. Je komt thuis, je hebt gewerkt, je ziet elkaar terug, flesjes open, verhaal vertellen. Keuze kunnen maken. Ja, hopelijk de juiste. Plop, dat kurkje, gluk, 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 die glazen, ching. Ja, dat is zalig. Hè. Alsjeblieft. Dank dat is het begin van een goeie avond. Is dat een typische Argentijnse druif, Malbec? Dus het is op basis van Malbec. Dus dat is afkomstig uit Frankrijk, maar dan naar Ginder verhuisd. Dat is nu zo de typiciteit geworden van Argentinië voor de rode wijnen dan.
Het is een matambre dat ze gaat klaarmaken. Zo'n vleesroulade. En eigenlijk zou het een beetje daarbij moeten passen. Wat dat er ook heel mooi bij gaat gaan, is de Vijf Vinkjas Reserva van Castillo Perelada. 3 jaar houtrijping gaat dus ook wat voller, wat steviger. En dat gaat met dat stevig stukje vlees ook wel mooi accorderen. Het is iets gemakkelijker, vind ik. Het is minder explosief. Ja. Lekker, ja. Maar krijgen we dat verkocht dan, Astrid, als we zo met een Spaanse wijn thuiskomen? Welke vinden jullie de beste van de twee? Dit overheerst misschien wel wat fel bij eten. Dan vind ik, ben ik meer voorstander voor die tweede. We hebben een klein beetje een risico genomen, dus we hebben een Spaanse wijn meegebracht in plaats van de Argentijnse wijn waar Astrid om gevraagd had. Dus dat was een klein risico, maar eigenlijk ik denk wel dat dat in de smaak gaat vallen. Cinque Vinkjas. Ja. Prima, doen we verkocht. Dan. Okido. Oké. Ja. Dank voor de aanbod. Graag gedaan. Dag. Dag. Gaan we nog iets Spaans maken? Gaan we nog iets Spaans maken? Een combinatie van bijna een aperitief, een voorgerechtje en bujul. Spaanser kunnen we nou nemen. Oh, gazpacho andalus. Is echt. Dus, ik vind dat fantastisch. Ja. Maar we gaan dat wat anders doen. We gaan dat ietsje, gaat dat zien. We gaan dat ietsjes anders in elkaar steken. Ietsje meer weg van de roots. Ja. Niet de soep in een soepbord. Maar iets dat we straks echt kunnen serveren. Dat zeggen als appetizer. Zoiets tussenin. Als in een glas. Ja. Ik ga eerst de tomaatjes doen. Want ik zou hem graag in 2 kleuren gieten. Wat kan ik doen? Ja, als jij de bak van de blender al zou willen nemen, doe die tomaten er al in. Doe er de helft van je puree bij. Okay. Dus we gaan eerst een soort koel geconcentreerd tomatensap maken. En dan gaan we een gazpacho maken met de andere groenten. Maar we gaan er geen brood in doen. Geen brood? Nee, geen brood. Want dat dikt het een beetje. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we dat een glas kunnen drinken. Ja, en een gezonde gazpacho. Ja. Als je nu echt heel goede tomaten hebt, wat kan? Niet gemakkelijk hier. Of je bent per toeval in Italië of in Spanje, dan moet je er niks anders niet meer bij doen. Hè. Dan kun je dat zo doen. Maar, ja. En dat is met schil en alles? Dat gaat er met schil, dat gaat door de zift. Ik doe er een beetje chili nog bij. Oh, dat hebben we graag. Ja, de peper zou ik er niet meer bij doen, met er chili in. Hè. Ja. Ik zou zeggen, je mag het niet blenden. Ja, dat is wel mooi van texturen. Hè. En dan dus de pitjes en dan de schil worden. Voilà, dat tomatensap is klaar. Ja. En de bananen blijven je kan er altijd... Oh, dat is dat. Ja, we gaan gewoon dat in mag dezelfde... Blijven staan. Ja, dat mag blijven staan. Ik zou zeggen, als jij al wat paprika wilt snijden... Graag. En dat mag gewoon grof gesneden worden. Gewoon een grof stuk. Het gaat toch door de dingen door een blender. Hè. Open doen, kan ik er niet eens in kletsen. Dan ga ik het even voor zeg, je kookt heel veel, ik zink je snijden. Dat is niet de eerste keer, hè? Dit is niet de eerste keer. Nee, ik kook het al. Koken, we zijn erbij, schat. Absoluut. Ik heb heel mijn leven in de keuken gestaan, maar ik vind dat nog altijd een zeer ontspannende bezigheid. Ja. Je bent met je handen bezig, je doet dit nuttig. En je verzet echt je gedachten, want je zet echt bezig met dat. Ja. Die mag ook volledig nog in. Die mag je helemaal niet. Kom je in feite op zo'n Argentijnse verhaal? Dat is niet zo goed aan vliegen. Wel, ik heb, ik heb daar 2 jaar gewoond met mijn man. Ja. Oh. Ja, in Buenos Aires. Mm-hmm. Heb ik 4 jaar geleden zijn we teruggekomen naar België. En voordien hebben we 2 jaar daar gewoond. Ja. En je hebt daar rondgereisd. Je hebt daar een stuk van het land gezien. En wel, echt wel verliefd geworden ook op dat land. Het is echt een heel mooi land om te wonen. Okay. En wat moet ik er nog... Niks. Dat zit. Nee. Wat gaan we hierbij doen? A bit against the rules. Normaal is dat met water. Ja? Dit is een goede gecorseerde kippenbouillon. Want we moeten zeker zien, als dat boven wil blijven, dat moet lichter zijn. Ja? Dus we doen hier een klein beetje kippenbouillon in. Want we hebben ook minder vocht, er zijn geen tomaten bij. Ja? We doen daar nog een beetje, chili bij. We doen daar een goede wijnazijn bij. Dat is wel van belang. Dat is een oude Spaanse wijnazijn, deze. Rode wijnazijn. Dat is niet van zo'n belang, maar een goeie. We doen daar een beetje olijfolie bij. Een beetje olijfolie. Vanassen. Zo. En dan een beetje zout erbij. En dan gaan we dat blenden. Je gaat zien, dat gaat licht, dat gaat roos zijn, maar dat gaat nooit het rood van dat zijn. Hè. Ik vond het ook wel heel tof dat je 2 gerechtjes op kunnen maken. En die gazpacho, ik vind dat zelf heel lekker. En ook de idee om dat zo in 2 laagjes te doen. Ja, schitterend, hè. Ik ben benieuwd.
Dan gaan we dat allemaal koud zetten. Ik heb nu niet op de klok gekeken, maar lang heeft dat toch niet geduurd. En terwijl Astrid en Jan gezwind in Zuiderse sferen komen, leiden de andere dames de avond in en nemen rustig de tijd voor een aperitief. Aperitieven hoort erbij. Hè. Je kunt niks beginnen zonder een goede aperitief. Hè. Dus ja, dat is iets dat we met de vriendinnen regelmatig doen. Wat denk je van een cocktail hier? Ja. Ah, oké, laat ons dat maar doen. We hebben elkaar leren kennen in Leuven rond de Oude Markt. Dus vandaar is dat een traditie dat sowieso gegroeid is. Dat wij op een of ander moment in de avond altijd in een cafeetje of een terrasje terechtkomen. Oh, goedenavond. Hallo. Oh, ik wil me eigenlijk gewoon laten verrassen. Eigenlijk hebben we momenteel iets heel specifieks. En we hebben framboosjes laten weken, zeg maar, in balsamico en witte wijnazijn. Dus daar een klein beetje jenever en gin bij geeft echt wel een heel leuke cocktail. Of wat dat voor jullie misschien ook heel leuk is, is een variatie op een sangria. Een soort sangria met een beetje cognac bij, rode wijn. Dus heel fris. Dankjewel. Geniet ervan. Het ziet er super uit. Hè? Alweer gin, ja. Op Antwerpen deze keer. Mm-hmm. Ja. Zou het met Astrid zijn? Ja. In elk geval minder goed dan met ons, denk ik. Je zal bijna klaar zijn. Hoe ver zit jij met je fameuze matambre? We gaan eens kijken, hè. Ja, die is goed. Willen we die stilletjes aan gaan draaien? Ja, ik zou zeker al eens beginnen draaien. Ja, heel voorzichtig. Zo. Zeg, als ik het goed begrepen heb, is de bedoeling nu nog even stoven. Ja. En dan is hem klaar. Dat is perfect. Voilà, ja. Oké. Okay. Dat hebben wij goed gedaan. Ja. Ik ben blij dat we thuis zijn. Ah, ben ik ben benieuwd. Hey! Hey. En? Hey. Oh, wow. Leuk! Oh, je hebt precies al aan de cocktails gezeten. Amai. Dat was plezant. Ja. Zeg, hoe was het hier? Is het allemaal gelukt? Heel goed, ja. Ja? Dat was heel goed. En onze opdracht een klein beetje aangevraagd. Maar je hebt er heel veel bij. Dus we hopen dat het oké is voor u. Maar we hebben een Spaanse wijn meegebracht. De Argentijnse vonden we iets te kruidig en explosief. Ja. We zijn er zeker van dat we een goede keuze gemaakt hebben en dat deze er naast gaat passen. Ik ben benieuwd. Ik ben echt curieus. Ja. Lange rozen kunnen op een boom. Dat klinkt toch wel goed. Ja, dat klinkt goed. Dat is niet slecht. Ik moet zeggen, ze hebben een hele goede keuze gemaakt van wijn. Ja, dat is wel heel lekker. Een hele zachte... lekkere wijn die perfect past bij het hoofdgerecht. Ja, ze hebben dat goed gedaan. Mogen we dan blijven? Yes. Ja, oké. Okay. En hoe was het bij u, Astrid? Het was echt heel leuk. Ja? Ja? Ja, en van wie heb je nu hulp gekregen? Ja, we gaan direct zien. Oh, nee. Direct zien, we gaan direct komen het voorgerecht. Dames, goedenavond. Goedenavond. Ik ben de tweelingbroer van Jan, ik ben de privé-commie van Astrid. Ja. Voor de rest van mijn leven. En heeft, we hebben goed gekookt samen. Het was echt fantastisch. Zal ik ze inzetten? Dat is een klein startertje dat we gemaakt hebben. Klinkt er precies ook, want Astrid was enorm ontspannen. Ik denk dat ze misschien op voorhand een klein beetje... Ja, allee, stress is veel gezegd, maar dat is een groot gerecht. Een diner, voorgerecht, is toch... ja, serieus wat. En het zat heel goed. Voortgaande op die klik zal ik het nu nog maar even gaan voortdoen. Ja, geniet van uw gazpacho. Ik ga het eerst even voorbereiden. Dank u. Dank u. Dames. Amai, fantastisch. Ja. Leon. Ja, super. That's what all the people say. You're riding high in April. Goed gedaan. Ja. Jan, Het Argentijnse hoofdgerecht. Matambre. Ja. Matambre, dat klinkt echt ongelooflijk goed. Dat klinkt. Dat is een soort roulade
van rundvlees met groenten en eitjes in. En ik moet zeggen, ik vind ook dat het er heel plezant uitziet. Ik wens jullie zeer smakelijk eten. En ik wens jullie nog een heel, heel prettige avond. Ik wens je ook nog een heel. En merci, hè. Ja, het was heel plezant ook. Ja, en bedankt. Ik vond het ook heel tof. Bye. 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 Mm. Wel, ik moet zeggen, het was echt een fantastische eerste dag. Ja, echt, ik heb er echt van genoten. En ik kijk uit naar morgen. Arriba, abajo, al centro, para dentro. Ja, oké. Okay. Ik denk dat iedereen lekker gaat slapen deze avond, maar zo'n dag. En ja, morgen ga ik voor een brunchje zorgen. Dus ik hoop echt dat ik mijn vriendinnen even goed in de watten kan leggen als dat zij vandaag al met mij hebben gedaan. Arriba, abajo, al centro, al dentro. Ja, echt op een fantastisch weekend. Lekker, hè? Ja. Het is zo totaal niet droog. Nee.